Roland Verhavert schetst een klassiek drama van liefde en weemoed, van angst en verlangen. De confrontatie van levendig vrouw zijn en eenzame, moordende frustratie in een der meest beklemmende steden ter wereld, Brugge. Grootse vertolkingen. Gesloten, vreemde, gepassioneerde Edwige Stefan. Een expressieve, mooie, tedere Evelinde. Kleed! Wie is die man? Dat hij zich veroorlooft. Om in onze intimiteit te dringen. Een meedogenloos romantisch verhaal. Een spannende intrige tussen een man en twee vrouwen. Aan elkaar gelijk, maar zo verschillend als de dood en het leven. Een fascinerende, mysterieuze film met het wereldberoemde Brugge als dramatisch decor. Ben ik lastig? Gij hebt alles. Dat je kunt verwachten. Jij moet alles kapot maken, jij! Jij hebt de dood in. Een vreemde roman met een vermaarde titel. Bruges la mort. Verhavert heeft met Brugge die Stille zijn meest persoonlijke en prestigieuze film gerealiseerd. Een film die uitmunt door zijn authenticiteit.